Wat is uw verwachting ten aanzien van het betalingsverkeer? Hoe ziet de toekomst eruit? Ik verwacht veel innovatie de komende jaren. Nu SEPA is afgerond, is er weer tijd voor innovatie. En de betaalvereniging zet met de banken gezamenlijk in op innovatie op een aantal trajecten. En ik denk dat dat voor consument en winkelier de komende jaren heel veel verandering zal betekenen. Kunt u zo'n verandering schetsen? Nou, zeker op het gebied van digitalisering van het aan- en verkoopproces worden flinke stappen gezet in ons programma Betalen 2.0. We faciliteren daarbij voor de banken de mogelijkheid om hun klanten meer toegevoegde waarde te bieden op digitalisering van diensten. Dan moet je denken aan uitbreiding van iDeal met verschillende type betaalvormen. Ook het digitaal incasso machtigen, waardoor van het papieren machtiging gebeuren afkomen. En het inloggen met je bankgegevens op websites van e-commerce bedrijven of overheid. En zeg maar Bank ID is een werktitel. Dat zijn belangrijke dingen. En een combinatie daarvan, zodat je one-click pay, identificatie, authenticatie en betalen kan combineren. En dat zal in ieder geval de komende jaren nog even doorlopen naar 2015 en 2016. Maar het zal belangrijke veranderingen teweeg brengen, denken wij. Heeft u al beelden wat daarna gaat gebeuren, bijvoorbeeld in 2020? Nou, dat programma zal ook verder door ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld door meer, zoals de gedachte, een archiveringsfunctie voor aankoopbonnen, garantiebewijzen. Zeg maar de after sales, om te kijken of dat ook eerst onderzoeken of dat voor consumenten een aantrekkelijke optie is. Maar dat zijn zeg maar activiteiten die daarna plaatsvinden. Daarnaast is zeg maar het programma Instant Payment een relevant onderwerp waar we zojuist mee zijn gestart. Om te bewerkstelligen dat binnen 4 jaar, en dat mag lang zijn, maar dat is echt wel nodig. Binnen 4 jaar betalingsverkeer 24 keer 7, 365 dagen beschikbaar is. En dat de betaling dan binnen 5 seconden op de rekening van de ontvanger komt. We zijn nu op het congres voor de toekomst van het betalingsverkeer. Wat heeft u eraan om hier te zijn? Nou, ik vond het allereerst nuttig om een presentatie te geven, om uit te dragen wat we als betaalvereniging doen. Maar dat is niet het belangrijkste. Ook nuttig is om te horen wat anderen meemaken in het betaalverkeer, wat anderen voor ontwikkelingen hebben. Die ideeën die je leven, natuurlijk in de zaal, maar ook het netwerk is buitengewoon belangrijk om mensen te spreken. Heeft u iets tegengekomen waarvan u dacht, hey, dat is interessant, daar kun ik iets mee? Ik heb zojuist een sessie gedaan met de ronde tafel en dan spreek je wat meer in kleine groepjes met elkaar. En daar komen best wel hele leuke ideeën uit die je misschien al dan niet bedacht hebt, maar wel ideeën die nuttig zijn om mee te nemen in het verdere traject. Dus volgend jaar weer? Absoluut, ja.